Afgelopen zaterdag begon de verkoop van de inboedel van Café Fortuin in Barsingehorn. Na 39 jaar van alles gespaard te hebben, was het nu tijd voor de eigenaren om alles te verkopen. Ik heb al een paar dingen uitgezocht inderdaad. Zoals? Een fles port die nog ergens in een hoekje stond. Ik denk een hele oude golfstick. Die vind ik wel heel erg leuk, van het echte koolspel zeg maar. En ja, twee koper ornamenten waarvan ik eigenlijk nog niet weet wat het is, maar wel leuk vind om het uit te zoeken. Ja, ik heb al een paar leuke dingen. Deze. Maar ja, ik moet even verzinnen waar ik ze dan ga neerzetten. Al iets gevonden? Nou ja, nog misschien niet. Heel veel. Heel veel mooi spul, maar ja, voor je het weet is je huis vol, hè? U bent verzamelaar? Nee joh, we zijn buren. Gewoon buren. Even kijken of er toch nog wat leuks tussen zit. Als nostalgie, hè? Bijzondere dag, hè? Vindt u ook niet? Ja, behoorlijk. Ja. Wat doet het u? Na 40 jaar, nou, weet u wat? Dat weet ik eigenlijk vanavond pas. Als de tent leeg is. Maar ik vind het niet leuk. Nee, ik vind het niet leuk. Ik heb vannacht nog even een borreltje gedronken in mijn eentje hier ook. En ja, het is klaar. Het is niet anders. Allemaal dierbare herinneringen die nu vandaag verkocht worden. Oh ja, ja. Ik heb 39 jaar die rotzooi naar binnen gesjouwd. En nu gaat het er weer uit. Een soort laatste groet aan het café. Ja, dat is het eigenlijk, ja. Misschien nog een hoop bekenden eigenlijk, ja. Aan de ene kant kun je wel gezellig, maar aan de andere kant vind ik eigenlijk geen leed dan. Een hoop mooie spulletjes, maar ik heb hetgene nog niet gevonden. Je bent een verzamelaar? Ik hou van mooie spulletjes, maar ik vind mezelf geen verzamelaar. Nee, het is niet dat ik van iets specifieks dingen verzamel of zo. Ik zoek gewoon naar iets moois. Oh, het is wel emotioneel natuurlijk. Het is, op mensen die aan je spulletjes zitten. Dat is toch wel, is toch wel confronterend, zeg maar. Ja, zeker weten. Heel veel belangstelling, ja. Super natuurlijk, hartstikke leuk. Ja, helemaal top. Hoop mensen die wat willen kopen. Er staat ook echt leuke dingen. Hoop verzameldingen staan er. Dus. Ook leuk ook. Ja. Je was er vannacht ook uit? Net als je vader? Ik was er niet vannacht uit met mijn vader. Nee. Ik ging er laat in. Want ik had de laatste avond had ik. Dus ik ging er laat in. En toen zal mijn vader er wel uit geweest zijn. Ja, want ik hoorde hem wel stiefelen door de tent. Dus ja, dat is ook voor hem emotioneel natuurlijk.